Het coronavirus is weer bezig met een opmars. In de Leidse regio zijn vorige week 375 mensen positief getest op het virus. Blijkt uit cijfers van de GGD Hollands-Midden. Het is weer bijna een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. In Leiden zijn vorige week 298 mensen positief getest op het virus. In Leiderdorp 25, Oegstgeest 23, Voorschoten 23 en in Zoeterwoude 6. Totaal komt dat op 375 positieve tests. Op 18 september werden al strengere maatregelen genomen om het virus te beteugelen. Dan mag er vanaf middernacht niemand meer naar binnen in de horeca. Moeten cafés en kroegen om 1 uur sluiten. Verder mogen er in zalen nog maximaal 50 mensen bijeenkomen. Ook Leiden's Ontzet is afgelast en gaat volledig digitaal verder. Verder gaat de coronateststraat bij het Alreine ziekenhuis in Leiderdorp verdwijnen. In plaats daarvan komt er een nieuwe testlocatie in een leegstaand pand op de Verbeekstraat in Leiden. De precieze datum van de verhuizing is volgens de GGD nog niet bekend. Het gebeurt ergens tussen 1 en 12 oktober. De reden voor de verhuizing is dat de buitenlocatie bij het Alreine ziekenhuis in Leiderdorp niet winterproof is. De drive-in teststraat is opgebouwd met tenten en zodoende verplaatst de GGD naar binnen.